We zijn eens een keer niet in Katwijk, maar in IJmuiden, waar natuurlijk ook heel veel, ja, een plaats wat heel veel te maken heeft met vis. We gaan praten met Roos van Duin. Zij is onderneemster, maar ook moeder. Dus een hele drukke baan. Roos, dank dat je ons hier wilde ontvangen in jouw kantoor. Ja, je komt uit een echte visserijfamilie en je wilde eigenlijk van jongs af aan ook al naar zee. Klopt dat? Ja, dat klopt. Mijn vader is visserman, mijn broertje is visserman, zelfs mijn zoon die is aanstormend visserman. En mijn opa, mijn overgrootopa, noem maar op, hoe ver je ook mag gaan, is alleen maar uit vissersfamilie. Zelf had ik het ook aardig te pakken. Ik heb mijn hele jeugd, alle vakanties aan boord vertoefd. Ja. Want jij wilde gewoon mee met je vader? Ja, ik denk dat het ook echt in je bloed moet zitten. Dat is wel duidelijk. Ik heb zelf ook 4 kinderen, maar 1 daarvan heeft het in het bloed en die wil eigenlijk ook visserman worden. Dus van jongs af aan was ik al geïnteresseerd. Mijn moeder was daar niet zo blij mee. Ik ging iedere keer als ik vakantie had, ging ik maandagmorgen vroeg met mijn opa mee mijn vader wegbrengen naar IJmuiden toe. Want Katwijk heeft natuurlijk geen buitenhaven, dus IJmuiden is onze thuishaven. Ja. Al zolang er geen boomschuiten meer zijn. Ja. Ik ging altijd mee. En ik probeerde altijd met mijn vader een reisje mee te gaan. Maar mijn moeder stak er altijd een stokje voor. Totdat ik een keer toch stiekem mee ben gegaan. En vanuit IJmuiden een kaartje schreef. Van nou, sorry mama, ik ben nu met papa mee. En dat was op mijn 10-jarige leeftijd. Ja. Nou, toen heb ik het echt te pakken gehad, gekregen inderdaad. En wilde heel graag visserman worden. CQ vissenvrouw. Ja. Op 12-jarige leeftijd naar de basisschool. Nou, aan de hand van mijn vader naar de visserijschool. En waar ik ook al een aantal keer open dagen had bezocht. Maar ja, die meneer zegt van, ja, joh, dat gaat echt niet lukken. Want ja, er zijn geen faciliteiten voor meisjes en kan je het fysiek wel aan en noem maar op. En ja, we praten natuurlijk wel over heel lang geleden inmiddels. Ja. Dus ja, oké. Okay. Vond je dat niet jammer? Ja, op dat moment was ik best wel teleurgesteld. Omdat ja, ik had best wel mijn zinnen gezet op. Omdat, ja, je hebt zo je droom, je ding. En ja, dat zat er bij mij in. En ik was natuurlijk altijd bij mijn vader aan boord. Want jij wilde dus echt gaan varen? Ik wilde gewoon net als mijn vader schipper worden. Ja. En je bent natuurlijk nooit gelijk schipper. Nee. Dus dan moet je dat hele proces gelijk. Dat proces natuurlijk door als matroos, noem maar op. En ja, dat wilde ik graag. Ja. Ook gedurende de reizen dat ik mee ben geweest aan boord, probeerde ik altijd hier en daar zo behulpzaam mogelijk te zijn. Want jij was ook echt het eerste meisje die zich aanmeldde op de visserijschool. Had je nog nooit een meisje die zich aan had gemeld op die visserij? Jij was gewoon in de eerste. In Katwijk, volgens de directeur, destijds was ik inderdaad het eerste meisje. Hij was ook verbaasd. Maar goed, je moet weten, het is natuurlijk, hoe lang geleden? 35 jaar geleden. Dus we praten wel over een hele andere tijd. Tegenwoordig zou dat... Tegenwoordig zijn er zeker meisjes die op de visserijschool zitten. Het heet ook geen visserijschool meer, maar het teamcollege. Ja, ja. Dus het is ook wat breder. Ja, ja. Nou, toen zei mijn vader, ga je eerst maar de HAVO doen en dan zien we wel. Ja. En toen ging je dus inderdaad die HAVO doen. Je hebt schroevers gedaan. Je deed de administratie bij je vader. Maar... Toen opende je als 18-jarige een parfumeriewinkel in Katwijk. Ja, je zou denken, goh, wat heeft dat er inderdaad überhaupt met vis te maken? Heel anders. Parfumeriewinkel. Ik had de haven gedaan, ik had inderdaad managementassistent gedaan. Dan komt er even, ja, ga je nog wat verder leren of niet? Nou, ik wilde heel graag werken. En ik zei tegen mijn vader, ik wil iets voor mezelf doen, ik weet niet wat. Ja, dat ondernemen zat er wel in bij je dan. Blijkbaar. Ja. Maar goed, 18 destijds nog minderjarig. Dus mijn vader moest overal zijn handtekening voor zetten, terwijl hij er ook geen verstand van had. Maar goed, het leuke weer vond ik dat mijn vader toch wel zodanig betrokken was dat we samen op pad gingen om de merken binnen te halen. En toen startte ik Parfumerie de Parel, ja. En waar was dat, die Parel? Parfumerie de Parel was in de Noordzeepassage. Ja. Die werd toen ook nieuw opgezet destijds. En destijds mijn vriendje, zijn vader heeft dat gebouwd van de KBM. Dus ja, ik zat ook dicht bij het vuur en zei ik van nou, dat wil ik eigenlijk wel. Ik wil zo'n winkel huren en wat gaan we erin doen? Eerst dachten we nog misschien aan een viswinkel. Maar uiteindelijk is dat toch parfumerie geworden, omdat ik dacht dat zit helemaal nog niet in Katwijk. Vond ik een uitdaging. En toen zijn mijn vader en ik samen op pad gegaan om al die merken binnen te krijgen. Wat ook niet mee voor in het begin. Waarom niet? Het was ook een hele apart wereldje. Ik wilde ook het hogere segment pakken. Ja, dan zien ze daar zo'n 18-jarig meisje aankomen met nul ervaring. Ja, ja wat denk je te gaan doen? En je moest ook nog zoveel omzet halen, depositair contract, noem maar op. Maar die
Dus best. De merken wel binnengehaald uiteindelijk? Uiteindelijk hebben we de merken binnengehaald. Ja, ik heb het 14 jaar met heel veel plezier gedaan. En ja, met heel veel liefde ook. We zijn natuurlijk ook verhuisd van het Zeepassage naar de Voorstraat. Ik heb nog een tijdje gezeten. Schoonheidssalons. De stempel, de parel raak je nooit kwijt. Want als ik nu nog in, dat heet nu de Mooi, kom, het is nog altijd van, hey, ben jij niet van de parel? Is dat naast Leffers die zaak? Ja, die zaak. Oh, dan weet ik inderdaad wat je bedoelt. Dus ik heb een hele leuke tijd gehad, veel geleerd. Maar opeens was dat weg, die uitdaging. Opeens was dat klaar. Hoe kwam dat dan? Ik had het 14 jaar gedaan en dan komt er zo'n keerpunt in je leven dat je denkt van, oh, wil ik dit mijn hele leven blijven doen? Ik had ook 2 jaar lang moeten vechten tegen een hele grote concurrent van mij in het dorp. En op een moment, er kwam een moment dat die concurrent bij ons op de bank zat en zei, Roos, wil je mijn zaak overnemen? En toen werd ik een beetje van wappig. Ze dacht, hè? Nou is mijn uitdaging weg. Nou, kon ik 2 dingen doen. Of ik nam de concurrent over. Of ik wilde gewoon heel wat anders doen. Daar heb ik goed over nagedacht. En toen toch besloten om heel wat anders te gaan doen. Maar eerst een sabbatical te nemen. Ik had inmiddels 4 kinderen. De jongste was 1 jaar. Ik dacht, ik ga 1 jaar sabbatical nemen. En dan gaan we kijken wat te doen. Maar na een paar maanden had ik al zoiets van, oké, dit sabbatical ben ik zat. Ik moet wat doen. Ik had ondertussen heel veel werk gedaan op school. Op de scholen van de kinderen. Ja. Vond ik ook heel erg leuk. Ik heb een ouderraad gezeten, medezeggenschapsraad. Vond ik ook erg leuk om betrokken te zijn. Maar ik dacht, nou, dat wil ik niet alleen blijven doen. Nee. Ik ben hier en daar gaan kijken. Aangezien ik gedurende de periode van Parfumerie de Parel altijd betrokken ben gebleven bij de zaak van mijn vader. Altijd geholpen heb in de administratie. Geholpen met lossen. Dat wil zeggen 1 avond, 1 nacht in de week. Zondag 's nachts hier in de afslag. Als de vis gelost werd, totdat het verkocht werd. Om daarbij te staan, op te letten, noem maar op. Heb ik altijd gedaan. Dus die betrokkenheid is altijd gebleven. Ja. En ik zei tegen mijn vader, misschien wil ik toch wel iets in de visbaan. Ja. Gesproken met een handelaar die ik kon. En nou, die bood mij een baan aan. Totdat ik daar op dat soort van sollicitatiegesprek zat. Mijn vader op mijn mobiel belde, Roos. Heb je al ja gezegd? Nee, niet doen, want ik heb wat anders leuks. Ik zeg, dat ga je niet menen. En ik heb het gesprek afgerond. Ik ben naar huis gegaan. We hebben erover gesproken. En 2 weken later hadden we 7 Sander Mercure gekocht. Ja, want jouw vader, jij zat dus op een gesprek bij een concurrent. En jouw vader belt van, ik heb een eigen 7 Sander gekocht. Nee, mijn vader belde en zegt, Roos, heb je al ja gezegd? Dat moet ik net zijn. Ja. Ik zei, nee, nog niet, want ik wil even over nadenken. Niet doen, want ik heb iets heel leuks. Toen ben ik naar huis gegaan, we hebben erover gesproken. Hij zegt, er staat een zeevishandel te koop. Ik denk dat dat wel wat voor jou is. Dat was binnen een paar weken rond. Ja. Best snel, want wij hadden natuurlijk helemaal geen kaas gegeten van de handel. Nee. Wel van de visserij natuurlijk, want nogmaals, ik kom uit de visserijfamilie. Ja. Maar handel is wel een hele andere tak van sport natuurlijk. Toch gedaan. 15 jaar geleden inmiddels. En dan kom je dus in een mannenwereld terecht. Hè? Dan kom jij, ik heb hier net ook rondgelopen. Het zijn allemaal mannen. En dan kom jij als directeur binnenlopen. Hoe wordt daarop gereageerd? Hoe gaat dat? Het was wel zo dat ik het wereldje wel kende. Omdat ik natuurlijk altijd hier in de afslag ook altijd rondgehuppeld heb. En ook altijd tussen de mannen. Van jongs af aan natuurlijk altijd tussen mannen gezeten aan boord. Nou, dat zijn ook niet bepaalde douches. Dus ik was ook wel wat gewend. Het frappante was wel dat ik 14 jaar lang in een vrouwenwereld heb gezeten. Natuurlijk parfumerie. Ja, ja. Dus dat is totaal contra. Ja. Ik stond daar niet zo bij stil op dat moment. Ik deed gewoon omdat ik het leuk vond. En ik dacht, kom maar op met die challenge. Best pittig. Ja. Achteraf. Op dat moment zag ik, oh nou hallo, ik ben Roos. En ik heb jullie allemaal nodig. Want ik ben helemaal nieuw. Ja. En ik word hier inderdaad neergezet als de nieuwe directeur. Ja. Maar ik heb jullie hulp nodig. Ik moet zeggen, ik heb een heel fijn, goed team om me heen gehad en nog steeds. Dat is natuurlijk heel natuurlijk belangrijk. Zijn er wat wisselingen geweest, maar het is heel belangrijk. En ja, je moet gewoon hard vechten. En ik zag het eigenlijk als dezelfde uitdaging als toen ik 18 jaar werd en ging in de parfumerie totaal nieuw. Was dit eigenlijk exact hetzelfde. Ja. Dus je moet gewoon knokken, 100% inzetten. Ja, niet je bezighouden met dingen die er helemaal niet toe doen. Inderdaad, ik dacht helemaal niet aan, want het is een mannenwereld. Nee. Er gewoon voor gaan. Ja. Maar goed, druk bedrijf, 4 kinderen thuis.
was dat allemaal wel goed te combineren? Dat is toch aanpouten, ja. Neem ik aan. Ik heb natuurlijk altijd wel fulltime gewerkt. Alleen alles was contra. In de parfumerie was ik de ochtenden bij de kinderen. De middagen en de koopavonden werkte ik. Ik ging bij Zeven Sander Mercure werken. Dan moest ik iedere dag 6:15 van huis af. Ja, want het is toch in IJmuiden. Het is toch elke dag op en neer naar IJmuiden. Dus dat was toch even een heel ander verhaal. Ja. Nou, ik had het geluk, het enorme geluk, dat we een ontzettende lieve oppas hadden al. Dat was een super aardige mevrouw, die hoorde bij ons gezin, tante Ineke. En die heeft eigenlijk, daar was ik een soort van afhankelijk. Ik zeg, ja, goh, ik hoop dat jij het ook wil doen. Normaal beginnen ze 's middags. Nou moest ze iedere ochtend 5:45 bij mij op de stoep staan. Ja. Want mijn man destijds, die werkte in de bloemen, dus ja. Die was nog eerder weg ja. Als ik. Ja. Dus ze heeft ja gezegd. Dus iedere ochtend 5:45 kwam zij, kon ik met een gerust hart naar mijn werk toe. Ja. Ja, dan gaat het gewoon. En ja. Natuurlijk is het aanpoten. Maar ook daar heb ik niet zoveel aandacht aan besteed. Nee, het gaat gewoon. Het gewoon doen, ja. De rederij van je vader, die doet alleen platvis, hè? Alleen tong en school? Ja, wij zijn werkzaam in de kottervisserij. En je vader heeft nog 2 schepen? Ja. We hebben nog 2 schepen. De KW 34? De Katwijk 34, de Rosemarie en de LT 36, de Margriet. En de LT 36 valt onder ons Engelse bedrijf, zeg maar. Staat ook onder Engelse vlag geregistreerd. Ja. Maar alleen platvis doen jullie? Wij doen alleen platvis. Waarom? Dus dat is, daar hebben we een licentie voor, dus een vergunning. Ja. Zou je op andere soorten willen vissen, dan moet je een andere vergunning hebben. Ja, dat heeft ook nog weer te maken met quota? Iedere visserij heeft te maken met quota. En ieder land heeft wel zijn eigen systeem. Hè? Dus Duitsland, België, Nederland, Engeland, ze hebben allemaal een eigen systeem. Uiteindelijk komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Het is allemaal quota. Onze familie heeft zich altijd gericht op de platvis. Gewoon omdat er altijd een goede boterham in te verdienen was. En dat was hun specialiteit. Daar hebben we altijd genoeg in geïnvesteerd qua quota. En tot de dag van vandaag doen we dat nog steeds. Die 2 boten, waar vissen die? Zitten die op de Noordzee of Atlantische Oceaan? Hoe moet ik dat zien? We zijn helaas wat beperkt. Vroeger, toen mijn vader nog schipper was, ging hij wat verder weg naar de Ierse Zee, naar de Golf van Biscay, noem maar op. Mijn vader heeft allerlei gebieden ontdekt eigenlijk als kotter. Dan was hij altijd wel eentje die het voortouw nam van heel Nederland. Helaas, door allerlei beperkingen vanuit Brussel, zijn we genoodzaakt eigenlijk alleen maar te vissen hier in de Noordzee. Oké. Okay. Ja. Nou doen die schepen van jullie, of van je vader, ook veel aan innovatie. Hè? En dat zendt impulsjes uit. Hoe gaat dat? Nou, zoals je wel of niet weet, heeft de visserij behoorlijk last gehad van wat slecht image. Ja. Dat over de bodem gaan die netten, dat was nou niet bevorderlijk, hè? Precies wat je zegt. Men vond dat de platvisserij de bodem beroerde. Ja. Dat hebben we geprobeerd uit de weg te gaan door een nieuw soort methode te ontwikkelen. En dat hebben jullie zelf ontwikkeld? Nee hoor, dat bedoel ik eigenlijk de sector. Ja. De overheid heeft daar een subsidie voor beschikbaar gesteld om 1 schip dat te kunnen uitproberen. En dat is een aantal jaren geleden, ik meen een jaar of 6 geleden, dat de overheid heeft gezegd, nou 1 schip geven wij de kans om. Hè. Nou, dat is goed uitgepakt. Iedereen was daar dolblij mee, omdat we ook het op een hele duurzame manier. Dus aan de ene kant om ons image een beetje positiever te maken natuurlijk. En aan de andere kant om ook wat duurzamer te worden. Hè, wat ook de wereld eist, verlangt van je. Absoluut. De tijd is gewoon zo. En bovendien bracht het toch gelukkig nog net zoveel op als de originele manier van vissen. En dat scheelt ook in stookkosten? Ja, daarom is het natuurlijk ook duurzaam. Het scheelt 30-40% brandstofkosten. Nou, je weet zelf, de olieprijzen zijn enorm hoog geweest. Voor jullie weer een belangrijke besparing natuurlijk. Het was een enorme besparing voor ons. Natuurlijk kost het ook, is ook wat extra investeringen. Het is een behoorlijke aanschaf.
Daarvoor is geen subsidie of welke ondersteuning dan verleend. Integendeel. Nee. Dus het vergt wel per schip een behoorlijke investering. Inmiddels is bijna de hele Nederlandse vloot overgaan op de puls. Oké, want even kort nog. Die netten geven een soort impuls. Hoe gaat dat? Je moet het zien. Het heet de spulscore. Ja. Daar worden kleine elektrische schokjes afgegeven door elektrische stringen, zeg maar. En je weet zelf, dat wordt goed geleid door water. Dus de vissen, zeg maar, die krijgen een klein schokje, waardoor ze vanuit het zand, platvissen leven onder het zand, eigenlijk springen in het net. Oké. Dus de bodem wordt geheel niet beroerd. Ja. Nou, mooie methode. Ja. Ja, jullie leveren dan vooral aan de groothandel. En die groothandel levert jullie visware een beetje aan het topsegment? Zevenshandel Mercure is een bedrijf dat al langer dan 50 jaar bestaat. Heeft zijn naam, is eigenlijk groot geworden door kwaliteit. Mercure is nooit de goedkoopste geweest, willen we ook helemaal niet, maar we wel de beste, zeggen we altijd. Als je kwaliteit levert. Ja. En dat is ook ons segment, hè? Dus je kan natuurlijk gaan voor de grote hoeveelheden, maar wij zijn altijd voor dat segment gegaan. Zevenshandel Mercure levert alleen aan groothandelaren. Dat wil zeggen dat wij niet rechtstreeks aan hotels of restaurants leveren, dus wij leveren niet aan klanten van onze klanten. Nee. Dus, maar een aantal van onze klanten zijn bijvoorbeeld Smit Severs Groothandel, waar we dagelijks naartoe rijden. We zijn ook, en daar ben ik best wel heel trots op, nummer 1 leverancier van Smit Severs. We leveren ook aan zaken als een Hanos, aan een Sligro. Dus binnenland hebben we ook diverse klanten. Alhoewel het grootste gedeelte van onze omzet toch nog bestaat uit export. Oké, en waar gaat dat naartoe? Het grotendeels gaat naar België. Dat zijn toch nog wel behoorlijke viseters. Daar kunnen ons Nederlanders nog een voorbeeld aan nemen. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Ja? Zeker. Okay. Frankrijk, Engeland, een klein beetje Oostenrijk, Zwitserland. Dus dat gaat er best wel wat naar het buitenland. Ik hoorde jou net ook zeggen, we hebben de toestanden in Brussel gehad, de Saventem. Daar heb ik wel wat last van ondervonden. Hoe moet ik dat zien? Recentelijk de ontwikkelingen, de aanslagen zeker. Op dat moment was ik zelf ook op weg naar Brussel. Toevallig klanten bezoeken. Groot gedeelte van onze Belgische klanten bevinden zich in en rondom Brussel. Okay. We leveren daar ook de instellingen, hè, als de EU-instellingen, et cetera, en de duurdere hotels. Dus je voelt hem al. Ja. Daardoor, op dit moment is de bezetting van de hotels, die beleven maar 20%. Ja. Iedereen blijft weg. Ja. Over een paar weken vindt zich de grootste visbus van de wereld plaats. Die vindt ieder jaar plaats in Brussel. De grootste visbus van de wereld zelfs in Brussel. Nou, je begrijpt dat ontzettend veel landen laten Brussel nu links liggen. Ja. Dus heel veel stands zullen leegstaan. Ja. Dus ook veel klanten van ons leveren daaraan. Ja. Dus ja. Dus dan merk je gelijk weer in je omzet. Zeker. Naar België. Zeker. Dan zit je ook nog, naast het leiden van een bedrijf, je gezin, daar zit je ook nog in allerlei belangenorganisaties. Ja. Zowel van de handel als van de aanvoerderskant. Klopt. Het leuke van mijn vak vind ik dat ik zowel in de aanvoerderkant zit als in de andere kant. Maakt het ook leuk. Maakt het ook enorm afwisselend. Je groeit daarin. Eerst ging ik met mijn vader mee, nog een keer mee. Dan word je gevraagd. En als je voor het ene bestuur gevraagd wordt, je automatisch gaat dan heel gauw in het andere bestuur. Dat zijn ook weer mannen bolwerken? Alleen maar. Ja? Ja. Hoe gaat dat dan? Gaat goed, ja? Denk ik, vind ik. Ik weet niet, je moet het eigenlijk aan de mannen vragen natuurlijk. Ja. Hoe dat gaat en hoe ze met mij omgaan. Maar ik ervaar het als gewoon positief. Ik sta er ook niet in van, ik ben de enige vrouw. Zo zit ik er ook niet in. Ik zeg ook altijd, zo moeten ze ook niet met mij omgaan. In het begin was zeker de Engelse organisatie moeilijk. Daar er alleen maar mensen uit Urk in zaten. Ja. En met alle respect, want ik kon ontzettend ook goed vinden met die mensen. Hardwerkende mensen natuurlijk. Zeker hardwerkende mensen. Maar keken een beetje tegen. Maar die hebben gewoon andere ideeën. En ze waren altijd mijn vader gewend. En ik was af en toe wel mee. Maar totdat ik zeg maar zijn plaats innam, ja, dat was toch wel even. Kijk, het ging niet om hun persoonlijk opvatting. Het is meer natuurlijk hun hele cultuur. Hè? En als ze daar dan, want persoonlijk had ik nooit het gevoel dat ze wat tegen mij hadden. Integendeel. Ja. Maar meer de cultuur en wat zullen ze zeggen. Ja. En als ze horen op dorp dat, Roos. Dus in het begin was het even van, hey, wij willen niet met een dame aan tafel. En ja, er waren al een aantal jaar vergaderingen dat mensen mij oversloegen om een hand te geven. Maar dat is inmiddels helemaal verdwenen. Ik voel me helemaal geaccepteerd.
En ja, ik heb me daar ook nooit zo echt geprofileerd als ik ben de enige vrouw. En zo zit ik er ook heel niet in. Maar je bent nog steeds de enige vrouw in dat soort organisaties? Ja, ik ben daar nog steeds de enige vrouw. Behalve de belangenorganisatie van onze Katwijkse Kotter, zit in Delta Zuid. Daar zit nog een dame in. En die denkt eigenlijk hetzelfde als ik, ja. Ja, je woont in Rijnsburg. Je kinderen gingen natuurlijk op voetbal bij Rijnse Boys. Ja, en drie jongens. Ja, drie jongens. Opeens ben je dan secretaris van Rijnse Boys. Ja. Hoe gaat dat dan weer? Ja, inderdaad. Opeens was ik dat. Zo heb ik dat ook wel ervaren. Ik was zelf ook wel verrast. Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan, eigenlijk mijn hele leven. Ik was klaar met het ene vrijwilligerswerk wat betreft de basisschool en zo. De kinderen gingen daarvan af, dus dat hield op. Ik stond op punt een ander bijbaantje aan te nemen als vrijwilliger. Totdat Kees Driebergen, destijds de voorzitter, ja, voor mijn neus stond. Want ik kwam daar natuurlijk altijd vanwege de jongens van mij. Ik heb drie zoons daar op voetbal. En Roos, we zoeken een nieuwe secretaris. Ik zeg, oké, nou, leuk. Ja, maar ik heb mijn ogen laten vallen op jou. Ik zeg, dit ga je niet menen, Kees. Oké, ik sta al heel lang langs de zijlijn hier, maar ik heb nog steeds geen verstand van technisch voetbal, hoor. Dat hoeft ook niet. Er hebben we genoeg mensen voor die dat wel hebben. Maar we zoeken gewoon ook eens even een andere mensen van ander kaliber. We vinden het ook leuk om een dame erbij te hebben. Omdat hoe je het ook wendt of keert, en het staat even los van Kees, dat is nou eenmaal zo. Mannen en vrouwen denken nou eenmaal anders, doen nou eenmaal anders en gelukkig maar. Ja. Maar ben je dan ook iemand die moeilijk nee kan zeggen? Of? Ja, je zou het ook zo kunnen zeggen, ik vind alles leuk. Dat is eigenlijk, ik vind alles leuk. En alles wat met mensen te maken heeft en ook met kinderen, zeker met kinderen, vind ik leuk. Bovendien vind ik het ontzettend belangrijk om iets mijn bijdrage te leveren aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Ja. Heb ik altijd gedaan, vroeger ook nog wel eens voor de kerk of wat dan ook altijd. Dat vind ik belangrijk, want zonder de vrijwilligers kunnen we niet. Nee. Dan kunnen we heel veel mensen, moeten we dan dingen ontzeggen. Dat is een mooie instelling. Dus Kees zegt, dit ga je mee, mag ik over nadenken? En nee, dat kan ik niet doen. Nou ja. Ik op gesprek geweest, op officieel sollicitatiegesprek bij Kees. Ja. En het een en ander doorgesproken. En hij zegt, Roos, je moet het gewoon doen. Ja. Kost niet veel tijd. Nou, dat Kees, tegen, daar wil ik je eigenlijk nog wel een keer over spreken, maar Dat valt nog tegen. En toen ben ik secretaris geworden. En inderdaad, veel mensen hadden zoiets van, hè, Roos secretaris. En natuurlijk waren daar ook bedenkingen. Ook wel zo'n mannenbolwerk misschien. Een vrouw in het hoofdbestuur. Ja. Natuurlijk waren er genoeg dames. Want pas op, er zijn enorm veel dames werkzaam als vrijwilliger bij Rijnsburgse Boys. Waar ik mijn petje voor afneem. Iedere week of iedere maand waar we klaarstaan. Ja. Ja. Dus ik heb me daar ook aan gewaagd. Doe ik met veel plezier. Vier seizoenen doe ik dat. Okay. Maar inderdaad, het kost wel allemaal veel tijd. Is er dan nog wel tijd voor hobby's? Ik heb begrepen dat je nog niet zo lang geleden onder andere met Karin van der Spijk de Kilimanjaro hebt beklommen. Ja. Heb je daar tijd voor? Maak je daar gewoon tijd voor? Dat was iets, Kilimanjaro was iets waar ik echt tijd voor gemaakt heb. Zeker geen spijt van gehad heb. Met erg veel plezier gedaan, veel genoten. Veel afgezien ook, by the way. Maar dat heeft me veel gebracht. Met name ook een week compleet afgesloten zijn van de wereld. En dan bedoel ik echt afgesloten. Geen internet, geen telefoon. Heerlijk. Dus geen contact met mijn geliefde, met mijn kinderen, met mijn familie, met de zaak, met Rijnsburgse Boys, met niets. En dat was een totaal nieuwe ervaring voor mij, omdat ik eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar ben. Ja. Met name voor de schepen. Ja. Ja. Dus dat heeft me goed gedaan. Heeft ook was ook wel een eye-opener. Ja? Niemand is onmisbaar. Nee. Ja, dat en is ik heb gelijk mijn volgende tripje heb ik gepland. En dat is, dat wordt? En wij zijn bezig met een aantal meiden van de groep van de Kilimanjaro om de trip te maken naar het basecamp van de Mount Everest. Ik heb een lezing bijgewoond van de eerste vrouw die de top heeft bereikt van de Mount Everest. Ja, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Hoe hoog is dat nou weer? De basecamp is 6000 meter ook. Maar de Mount Everest is natuurlijk 8800 meter, dat zal ik nooit van zijn levensdagen halen. Ga ik ook niet aan wagen. Hoe hoog is het Kilimanjaro die je moest lopen? Die was 5900 ook. Dus dat is weer ietsje hoger. Ja, iets. Nou ja, dus een beetje hetzelfde. Ja. Het verschil is dat de weg daar naartoe wat langer is, want je doet ook allerlei andere dorpen aan. En je bent langer op een hoog niveau. Ja. Is voor mij een uitdaging, want ik ben behoorlijk hoogteziek geweest. Ja. Maar ook weer een challenge. Ja. Wanneer ga je dat doen? Begin volgend jaar. Begin volgend jaar. Ja. Ja, inmiddels gescheiden, inmiddels weer een nieuwe vriend.
gelukkig. Ja. Bedoel je gelukkig een nieuwe vriend of ben je gelukkig? Ik bedoel allebei. Ik neem aan allebei. Ja, nee, klopt. Maar jij bent van Rijnbergse Boys en je vriend die zit dan weer in het... Ja. Wat doet hij bij Katwijk? Hij zit in het bestuur. Bestuur van, ja. Van voetbalvereniging, ja. Katwijk. Hoe, ja, gaat dat? Ja. Hilarisch soms. Rivaliteit. Maar gezonde rivaliteit. Leuk. Het houdt je allebei scherp. En dat levert natuurlijk ook leuke taferelen op. Zeker als Katwijk tegen Rijnsburg moet of vice versa. Dat zijn wel leuke wedstrijden. Ontzettend leuk. Ik neem een club mee. Hij neemt zijn club mee. Leuk. Maar dan zie je ook dat de sfeer tussen Katwijk en Rijnsburgse Boys natuurlijk top is. Ja. Geldt ook voor de supporters, voor de besturen, bestuursleden, voor alles en iedereen. Maar goed, Katwijk wordt kampioen. Katwijk. En Rijnsburgse Boys niet dit seizoen. Katwijk wordt dus bijna zeker kampioen. Is natuurlijk al zeker door bij de eerste zeven. Ja. Ondanks rivaliteit hoopt Katwijk zeker dat Rijnsburgse Boys erbij zal zitten. Ja. Nou ja, we zijn er nog voor aan het knokken. Ja. En ik blijf positief. Ik denk dat we wel, het zal net dan zijn, maar bij de eerste zeven zullen komen. Roos, wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Veel succes in de toekomst. Dankjewel, Dick.